eerste middag tekende jeugdspeler Xandro Schenk een 2-jarig contract bij Ajax. Xandro, contract tekenen bij Ajax. Ja. Hoe is dat? Ja, geweldig. Ik droom er al vanaf kleins van af eigenlijk. En ja, nu komt de droom eigenlijk uit. Een soort van een droom. Ik kwam eigenlijk als een middenvelder. En ik ben eigenlijk omgetoverd tot een verdediger. Een voetballende verdediger. Centraal verdediger. En ik kan ook als linksback uit de voeten. Waarom wilden jullie dat hij bij Ajax bleef? Nou, een jongen is die behoorlijk veelzijdig is. Zeker vanuit de verdedigende aspect bekeken natuurlijk. Een jongen die zowel linksback als centraal kan spelen. Veel blessureleed heeft gekend het laatste jaar. En ja, toch ook een mentale kant heeft laten zien dat hij toch een knokker is. Ja, je bent geblesseerd, zwaar ook geloof ik. Hè? Wat heb je precies? Ik heb mijn voorste kruisband van mijn linkerknie afgescheurd. Dat zijn flinke blessures. Wat betekent het dan voor je dat Ajax nu jou een contract aanbiedt? Ja, het spreekt natuurlijk wel wat vertrouwen uit. En ik ben er hartstikke blij mee. Het is natuurlijk wel lastig om een contract af te dwingen met deze blessure. Maar ze kennen me al 10 jaar, dus ze weten dat ik kan. Is het een moeilijke periode voor je? Ja, heel moeilijk. Ik ken de kracht ook van binnen en buiten. Ik weet alles. Het is moeilijk. Je ziet je teamgenoten bijna niet. Je doet alles alleen. Maar ja, je wordt er wel sterker van, mentaal vooral. Ik hoop aansluiten begin van het seizoen, 12 juli met Jong Ajax. En ja, wil ik zoveel mogelijk speel moeten maken, helemaal fit worden. En dan zien we wel verder.